Oké, we zijn bij G32. We gaan breuk delen. Oefening 58. Ik verbeter een paar oefeningen voor jullie. Eerste opgave: 3 vijfde delen door 4 zevende. We beginnen bij het begin. We schrijven ons deeltal over. Dus de 3 vijfde blijft gewoon staan. We maken een maaloefening van onze opgave. En we gaan nu onze deler gaan ons naar zijn omgekeerde. 4 zevende, het omgekeerde daarvan is 7 vierde. En voilà, we hebben een maaloefening. Je kijkt altijd eventjes na of je kan vereenvoudigen, dat gaat hier niet. Dus we rekenen uit, 3 maal 7 is 21 en 5 maal 4 is 20. Volgende oefening, zelfde stappenplannetje. We beginnen bij het begin, namelijk ons deeltal overschrijven. We schrijven onze maal op en we nemen het omgekeerde van onze deler. Dus 4 op min 5. We hebben een maaloefening, staat een minteken, dus we gaan de min tellen. Dat is 1, oneven, dus onze uitkomst wordt negatief. En dan gaan we weer kijken of we kunnen vereenvoudigen. En dat kan bij deze oefening. Je kan namelijk 2 en 4 gaan delen door 2. We krijgen 2 in de teller, 1 in de noemer. 1 maal 2 is 2. En 1 maal 5 is 5. Volgende oefening, dezelfde stapjes. 14 vijfde gedeeld door 21 zestiende. 14 vijfde is ons deeltal, dat schrijven we over. Maal onze deler, maar daarvan nemen we het omgekeerde. Dus in dit geval wordt het dan 16 op 21. En eens die maaloefening er staat, gaan we weer kijken of we kunnen vereenvoudigen. Ja, dat gaat hier. 14 en 21 kunnen we beide delen door 7. Dan krijgen we 2 in de teller en 3 in de noemer. En dan zijn we klaar met vereenvoudigen. Let op, je mag niet de 2 en de 16 in de teller gaan vereenvoudigen. Je moet altijd één factor nemen uit de teller en eentje uit de noemer. 2 maal 16 is 32. En 5 maal 3 is 15. Ik ga dadelijk ook met jullie kijken naar het eerste rijtje van 59. Eerste kolommetje beter. Dan kan je dat ook ineens eventjes meevolgen. Soortgelijke oefeningen, dus we gaan die er ineens ook achter plakken. Dat wil zeggen, eerste oefening, ik schrijf 24 negende over. En ik ga maal het omgekeerde van min 8 doen. Nu, jullie weten nog van in de klas, elk geheel getal heeft eigenlijk een nummer 1. Schrijf die erbij en dan wordt dat omkeren een stuk makkelijker. Want dan krijgen we 1 op min 8. We gaan onze minnen tellen, dat is 1 stuk, dus onze uitkomst wordt negatief. En dan gaan we kijken of we kunnen vereenvoudigen. Dat gaat hier. 24 en 8 kan je delen door 8. Dan krijgen we 3 in de teller, 1 in de noemer. En 3 en 9 kan je ook nog eens vereenvoudigen. Dat wordt 1 in de teller en 3 in de noemer. Als we dan gaan uitrekenen, 1 maal 1 in de teller is uiteraard 1. 3 maal 1 in de noemer is 3. Volgende oefening, dezelfde werkwijze. 15 achtste delen door min 10 op 32. 15 achtste is ons deeltal, dat schrijven we over. We maken er een maaloefening van. We nemen het omgekeerde van onze deler, dus 32 komt in de teller en min 10 in de noemer. We bepalen het teken van onze uitkomst, 1 min teken, dus negatief. En we gaan proberen om te vereenvoudigen. 15 en 10 kan ik delen door 5, 3 en 2. 32 en 8 kan ik gaan delen door 8, 4 en 1. Dan heb je ook hier nog de 4 en de 2 die we kunnen vereenvoudigen. Beide delen door 2, dan krijg ik 2 in de teller, 1 in de noemer. En als we dan gaan uitrekenen, dan krijg ik 3 maal 2 is 6. 1 maal 1 is 1. Nu mag je daar van mij 6 of min 6 eerste van maken, maar die moet je niet schrijven, want min 6 eerste is eigenlijk net hetzelfde als gewoon min 6. Volgende oefening, dezelfde werkwijze. We schrijven onze deeltal over, dus 210 blijft staan, maal het omgekeerde van onze deler, dus 3 op 7. Als je dat makkelijker vindt bij het vermenigvuldigen en het vereenvoudigen, zet die gewoon op.